Motorola heeft net haar nieuwe smartphones voor het najaar bekendgemaakt. Dat zijn er drie, waarvan twee in de G-series en één in de Edge-series. En in deze video neem ik een kort kijkje bij het goedkoopste toestel van de drie, namelijk de Motorola G54. Of eigenlijk officieel de Motorola G54 5G, want het is een 5G-telefoon. En dat is ergens best bijzonder gezien de prijs van dit toestel en gezien wat hij verder kan. Een van de speerpunten is het ontwerp. Motorola die werkt samen met Pantone, zoals je misschien weet. En die geeft allemaal informatie over hoe ze de kleuren en finishes van hun toestellen het beste kunnen aanpakken. En waar dat onder andere in uitgemond heeft volgens Motorola is het gebruik van vegan leather. Nou, dat heb je ook op deze A54. Ik heb hem hier dan toevallig in het Midnight Blue, een soort donkerblauw, bijna zwarte versie, die dan toevallig niet van vegan leather is. Maar hij is er ook in het groen en in het wat meer helderblauw en die zijn wel van vegan leather en is ook nog een lichtblauwe versie. Het ontwerp is best wel strak. Je ziet wel dat het een wat goedkoper toestel is als je bijvoorbeeld naar de rand kijkt. De afwerking is niet briljant, maar het toestel ziet er ook zeker niet verkeerd uit. Hij heeft ook een scherm dat me niet tegenvalt voor zijn geld. Het is een 5,5 inch Full HD Plus scherm met een hoge verversingssnelheid van 120 Hz. En het ziet er netjes uit. Valt me wel op dat hier buiten de helderheid eigenlijk net niet helemaal hoog genoeg is. Dus het is zeker niet perfect, maar ja, het is ook een budget smartphone. Hij heeft een 50 megapixel camera. Daar kan ik je niet heel veel over zeggen. Ik heb een paar fotootjes hier geschoten en ook dat ziet er niet verkeerd uit. Maar je hoeft daar ook geen wonderen van te verwachten. De software is, zoals je van Motorola waarschijnlijk gewend bent, fijn. Het is een vrij schone Android software. Hij heeft bijvoorbeeld de Motorola app met wat toevoegingen. Dat is handig. Nou, hij krijgt 1 Android upgrade en 3 jaar beveiligingsupdates. Dat wil zeggen dat hij nog Android 14 krijgt en dat hij tot 2026 ondersteund wordt. Dat is voor een budget smartphone niet slecht, maar het is ook niet super sterk. Verder valt er over dit toestel te zeggen dat hij aangedreven wordt door een MediaTek Dimensity 7020 chipset. Dat is geen chip die ik echt ken, maar hij is net wat minder krachtig dan een Snapdragon 695 chip bijvoorbeeld, als ik het internet mag geloven. Nou, ik moet zeggen, ik heb hem natuurlijk niet heel lang geprobeerd, maar op het eerste gezicht voelt het toestel gewoon snel en soepel aan. En dat is eigenlijk alles wat je mag vragen voor een budget smartphone. Hij heeft 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslag. Of 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslag. Met oog op de toekomst zou ik die versie misschien eerder kopen. Die is ook niet eens zo heel veel duurder. De topversie die kost €199 en de versie met 4 GB werkgeheugen die kost €179. Beide nette prijzen dus voor deze telefoon die er netjes uitziet. Ja, op geen vlak misschien heel erg spannend is, maar wel behoorlijk compleet is voor een budget smartphone. En daarmee in de budgetklasse misschien wel eens een hele interessante keuze kan worden.